5 uur dacht ik, 5:30 tot 10:30. En dan s'avonds nog een keer van 8 uur tot 11 uur dacht ik. En deze nacht heb ik maar een uur of 3 kunnen slapen. Dus hebben we terugboost om vanaf 4 uur van de morgen al bezig. Het zijn lange dagen voor strooiwagenchauffeur Steve. Hij moet samen met 5 andere ploegen de hele stad strooien, inclusief alle 15 deelgemeenten. En in Geraarsbergen is dat met de vele smalle straten soms millimeterwerk. Hier is het zeker millimeterwerk. En vooral 's avonds, als het donker is, is dat niet evident. Nee? Nee. Want dat is het nadeel aan Geraarsbergen natuurlijk, hè? Ja, en ook sommigen die hun wagen niet 100% goed parkeren. Dat is ook soms een probleem. Ja. En zeker vooral s'nachts, ja, als het donker is, nog een keer bij. Is dat niet gemakkelijk. Vandaag wordt naar schatting 50 ton strooizout gebruikt in Geraarsbergen. Voor wegen, fiets- en voetpaden. Daarmee moeten alle straten hun beurt hebben gehad. De strooidiensten vragen wel begrip, want sommige straten die weinig gebruikt worden, zullen glad blijven, ook na een strooibeurt. Wat strooidagen, wat ruimdagen, wat strooidagen, maar het zout begint maar eigenlijk te pakken van als het verkeerd begint op te komen eigenlijk. En vandaar dat sommige straten toch nog... Waar dan sommige straten dus wel nog werkelijk glad bleven liggen, waarmiddels dat men dus 2 keren gestrooid hebben deze morgen. Er wordt zelfs gestrooid op de mythische kapelmuur. Normaal wordt dat niet gedaan, maar Steve kan het niet laten. En vandaag een keer, ja. Ik zie nu wel niet veel wandelaars en zo, maar toch. We pakken hem een keer mee. Ja. Is dat de moeilijkste van allemaal? Moeilijk gaat niet zijn, maar wel de gevaarlijkste. Ja? Met die kasseisteentjes, ja. Ook voor jou een uitdaging? Ja, zeker. Ja, zeker.